daar in Rouen, waar Kokorin van start is gegaan. We hebben 198 man aan het vertrek. Om 16:45 zijn we begonnen. En Ulrich, die verkozen had gewoon voor in het peloton te starten op zijn plaatsje, heeft dus een buitengewoon snelle tijd neergezet van 8 minuten en 22 seconden. Maar verheugend is het dat we twee Nederlanders op het ogenblik bij de eerste 10 hebben staan. En wij kijken naar het parcours waar Patrick Jonker bezig is. En als we het over het parcours hebben, kunnen we direct Stefan Roks erbij betrekken. Stefan, je hebt het parcours gezien. Geef het eens een cijfer. Is het moeilijk? Het is zeker moeilijk. Het is natuurlijk een heel snel parcours. Dat is ook wel aangegeven dat de tijd die ze tot nu toe rijden, de snelste van Ulrich is 52, 288 per uur. Dus het is een hoog gemiddelde. Er staat natuurlijk heel veel wind. Ik denk dat ze daarom een beetje met Ulrich gegokt hebben om die in de vroege start te laten doen. Omdat het gisteren nog heel slecht weer was. En dan heb je toch een beetje twijfelgeval. De ene moment regent het, de andere moment is het droog. Maar nu is het gelukkig voor iedereen heel droog. En de snelheid die ze in dit parcours maken is gewoon heel groot. En het is echt iets voor de grote versnelling. De mannen met de grote versnelling. In principe zijn het twee bochten waar ze in moeten houden. En voor de rest, zeg jij, kan je overal vol door? Voor de rest kan je overal vol door. Het is natuurlijk ook zo, er zit nog een gemeen klimmetje in van 500 meter. Aan een percentage van 5-6%. In wezen stelt er nu niks voor. Maar het is toch wel, het kan een kuitenbijtertje zijn. Maar daar is Jonker al overheen. Ja. Goed, dan zijn we bij renner nummer 71, dat is niet de minste, dat is Mauro Gianetti. Die voor de Franse ploeg La Française de Jeu rijdt. En dus ook een beetje als halve Fransman beschouwd wordt. 8:22 dus de snelste tijd. En die verrassende Deen, Meinert Nielsen, die al een beetje in de herfst van zijn carrière bezig is, die heeft dus daar maar 5 seconden achter gereden. Hij is de grote verrassing tot dit moment. En dan die twee Nederlanders. Dekker, we wisten sinds 2 jaar dat hij zich behoorlijk kon weren in korte tijdritten. Hij heeft een hele, hele scherpe tijd neergezet. Breuking zit net achter hem, maar ze staan nog steeds bij de eerste 10. Gianetti volgen in het parcours. En dan komen we zo ook een beetje bij dat klimmetje. Hier rijden we midden door Rouen. En kijk, hier verandert de straat. Ik wou zeggen, kijkt u even naar die straat, want daar rijden ze over keitjes. Hier zitten we vlakbij de finish. En worden de renners geklokt. Laatste bocht. Dit is de laatste bocht. En dan komen er nog zo'n 10 seconden bij. Beltran van de Banesto-ploeg gaat zo direct rijden. Finishen. Ulrich op 8:22, dus als snelste. En de meeste renners zitten zo rond de 9 minuten. 8:54 voor Beltran. Van de Polti-ploeg. Crepaldi. Het parcours is 7 kilometer en 300 meter lang. Eerst ga je meteen de brug over. Dat is een aanloopje van 300 meter en dan dender je hard Rouen binnen. Terug bij Gianetti. En dat is een behoorlijke tijd voor deze Fransman. Jan Ulrich nog altijd de snelste voor Meinert Nielsen, Moreau, Perron en Dekker. Applaus klinkt voor Chanteur. Die dus een gemiddelde rijdt van 49 kilometer en 600 meter. En Ulrich zit dus boven de 52 kilometer. De veteraan. Rué, Gérard, dit jaar maar voor de Gant-ploeg in Frankrijk. Nadat hij toch grote dingen heeft gedaan in de Tour de France voor de Banesto-ploeg, daar die als superbe knecht reed voor Indurain. Dit is weer dat aanloopje over die brug. De eerste 300 meter zeg maar en dan de stad weer in. Dan rij je een grote lus door de stad om bijna op dezelfde plaats waar gestart wordt ook te finishen. Mannen van de ploeg van de Rooi. Ik herinner me eraan dat Patrick, of dat Dekker en Breuking het goed gedaan hebben. Oh, agent toch. Jammer, daar verlies je 2, 3, 4, 5 seconden mee. 8:49 is de eindtijd voor Patrick Jonker. Hij dacht dat hij daar de bocht op moest. Merkwaardig. Kijk hier, daar is hij. Hij gaat precies op de plek waar de auto's normaal in moeten. Ja. Wil hij daarin gaan? Maar
als je goed voor je kijkt, weet je dat je het parcours verkend hebt sowieso. En dan zie je de streep. Goed, dat is gebeurd. Overigens heeft een ploeggenoot van Jonker, Dekker en Breukink, Leo van Bon, hier een tijd neergezet waar we eigenlijk over verbaasd waren. Want die reed ergens in de 9 minuten, terwijl hij een hele behoorlijke tussentijd had. En we zijn aan het proberen om erachter te komen wat er precies met Van Bon onderweg gebeurd is. Inmiddels hebben 9 Nederlanders al gereden. Nou, geef ze het helemaal. Voor de meeschrijvers thuis om even die tijd op een rijtje te zetten. Dekker was de snelste in 8.37. Breukink deed het goed, 8.38.07. Voskamp 8.42. Nelissen 8.44. De halve Nederlander Vogels ook 8.44. Den Bakker 8.47. Gerrit de Vries, hij zit weer op de fiets, is dus weer terug. 9.17. Van Bon, we weten niet wat er met hem is gebeurd. Ik zal even informatie geven. Herbert over Van Bon, die komt net binnen. Van Bon heeft een lekke band gekregen, 2 kilometer voor de finish. Daarna heeft hij een nieuw wiel gekregen, is losgeschoten, moest nog een keer van de fiets. Daardoor is hij natuurlijk op deze tijd binnengekomen. Normaal gesproken had hij daar zeker 40 seconden af moeten trekken. Jammer voor hem. En nu kijk naar Taffy die begonnen is. Dus Van Bon 2 keer van de fiets af na 1 keer lek en nog eens een keer technisch malheur. Giannetti terug in beeld. Dit is wel weer een speciale fiets van de Zwitser. Het moet op een fiets lijken, heeft men gezegd. En dit lijkt toch wel op een fiets. Ja. Knaven is inmiddels binnen op 8.41. Terwijl u naar Giannetti kijkt, is Servaas Knaven ook binnengekomen op, wat ik nu zei, 8.41. Didier Roes is vertrokken van de Festina-ploeg. Ja, je had het net over die weersomstandigheden, Mart. Ik denk dat Boardman vanochtend met een glimlach de gordijn heeft opengetrokken. Want zijn grootste concurrent is toch altijd de regen geweest. En vandaag is het voor het eerst sinds dagen droog. Boardman die komt pas eind van de middag en namiddag in actie. Er is Kokorin van de Ros Lotto ploeg. Die zeg maar Russische ploeg waarvan de renners in Italië hun basis hebben, maar het is een Russische sponsor, de Russische Lotto. Een gemiddelde van bijna 49 voor Kokorin in zijn debuut Tour de France. Terug bij Giannetti. Doe toch het ergste vrezen voor Giannetti, want je moet toch, als hij een beetje meetelt, op de 8.40 zo ongeveer zitten. En de Zwitser krijgt dus niet de goede pedaalslag. Steven, is dat opvallend? Dat is zeker opvallend. Het is natuurlijk wel zo dat Giannetti dit afgelopen seizoen toch niet echt goed in beeld is geweest. Vorig jaar had hij natuurlijk een wereldseizoen met een aansluitend tweede op het wereldkampioenschap in Italië. Dus vandaar dat het een tegenvallende tijd is. Ze hebben hem wel heel lang in beeld gehad, dus ze hadden er wel vertrouwen in dat hij een goede tijd neer zou zetten. Maar hij verliest dus meer dan een minuut. 1 minuut 2 om precies te zijn. En zo zijn de ronden voor deze proloog. Crepaldi rijdt zo'n tijd die de meeste renners hier wel scoren rond de 8.40, 8.45. Goede tijd voor een 17e nu. Dat was van dat jaar, ik geloof 301 kilometer of zo. En Mont de Sol solo. Eens kijken wat Rué hier doet. Die zit toch ook een beetje in de herfst van zijn carrière. Die is meegenomen om een veteranenrol te spelen in de Grand Prix. Maar die komt toch op de 9 minuten grens uit. En daaroverheen zelfs. Rué komt binnen. Erik Dekker, die dus een snelle tijd neerzette met 8.37.0, vertelde die dat hij de
56-11 als versnelling had staan met de wind mee. Dat is ongelooflijk zwaar, Steven. Heb jij die versnelling ook ooit gedraaid? Nee, die tijden zijn een beetje achterwege. Ik heb altijd wel een tijd het altijd groot gestoken, 54-12. De laatste jaren is natuurlijk de 11 erbij gekomen. Ja, dat zijn natuurlijk echt voor de grote mannen. Je hebt natuurlijk ook wel een parcours daarna, bergop moet je natuurlijk wel een beetje stoempen, maar dan hoeft de grote versnelling nog niet aan de pas te komen. Dan krijg je een afdaling, ja, dan zou je natuurlijk die versnelling kunnen draaien. Maar je moet het ook volken houden en er staat veel wind. Dus wil je bij de eerste komen in dit klassement zoals deze proloog ervoor staat, moet je zo'n versnelling kunnen draaien. André Smiel rijdt weg voor zijn proloog van, ik zeg het nogmaals, 7 kilometer en 300 meter. Smiel, lid van de Lottoploeg uit België. Dus je hebt de Lottoploeg in België, de Roslottoploeg in Rusland en La Française des Jeux in Frankrijk. Taffy, die altijd een grote versnelling rijdt, waar die ook uitkomt, naar het finish. Nog altijd Ulrich, Voormeinert, Moro, Perron en Dekker. Dat zijn de eerste vijf van het klassement. En ook Taffy weet zich daar niet tussen te friemelen. Taffy scoort 8,51 en ziet dat hij 49 kilometer ruim heeft gereden. Van de Banesto-ploeg Marino Alonso, de, mag ik hem zo noemen, superknecht. Maar misschien is het wel hard. Met alles beweegt hij. Hij komt vrij hard binnen, maar dit is een volontier manier van rijden. Veel meters. Hij maakt veel meters, ja, ik wou het net zeggen. Maar zijn tijd is er, ja, redelijk goed, denk ik. Als je rond de 8.42 kan eindigen, heb je een hele goede tijd gereden. Nederland. Die mikt op een plaats bij de eerste 20 in deze Tour de France. Dat zou mooi zijn als hij dat zou waar kunnen maken. En hij mag, terwijl de avond heel langzaam wegglijdt hier in Rouen, om 6:55 gaan vertrekken. Michael Bogert heeft nog 2 seconden en is weg. Gaat nu van start, heeft natuurlijk al bewezen in de voorgaande wedstrijd, zoals de Dauphiné waar hij 4e in het klassement eindigde. En ook de proloog, zowel de proloog als de grote tijdrit, bij de eerste 10 kan eindigen. Dus ik verwacht wel iets van hem in deze tijdrit. 7,3 kilometer met een heuveltje erin. Moet in zijn stijl liggen. Terug bij de finish waar we inmiddels al de man van de stad, Laurent Gentil, hebben binnengekregen. Dat was de enige man die hier uit Rouen komt. Krijgt met Maignan, de Fransman. En we kijken naar Casagrande linksboven in uw beeld. Maignan zijn eindtijd, 50 gemiddeld, is toch knap. In het klassement nog steeds geen verandering. Dit is Casagrande. Ulrich voor Meinert, voor Moreau, voor Perron en voor Dekker. En Dekker levert dus 15 seconden in op de tijd van Ulrich. De man die al gedoucht is en die rustig op zijn kamer dit kan aanschouwen. Zijn vader kon ook sprinten, dus die genen heeft hij overgenomen van. Een beetje nomade geworden, nu die daar in die Amerikaanse ploeg binnen is gekomen. Natuurlijk hebben ze hem genomen voor de punten die hij meenam. En voor een sprinter, Steef, is ja. 8.41 en nog wat een hele goede tijd. 8.42 om precies te zijn, dat is een hele goede tijd met 50 gemiddeld. Baffie heeft natuurlijk in de voorgaande jaren ook wel eens aangetoond dat hij ontzettend goed in de tijdrit uit de voeten kan. En die ploeg marcheert op dit moment goed. Je ziet het met Meinert Nielsen die op dit moment nog tweede staat. Een Ekimov die we nog gaan krijgen in deze ploeg. Dus. Dan zitten we bij Francesco Casagrande van de Seiko ploeg. Een allrounder. André Smiel die geen specialist is, maar toch binnen de 8,50 zal eindigen. Yes.
Vircom-ploeg heeft een beetje gegokt, hè, met Uri heel vroeg aan de start. En Ries uiteraard als winnaar van vorig jaar als laatste aan de start. Dus een beetje rekening gehouden met wisselende weersomstandigheden. En ze hebben natuurlijk twee heren voor het klassement. En Uri hebben ze maar vroeg ingepland. Er is een Amerikaan die van start gaat, die naar de naam Bobby Julich luistert. Kan goed tijdrijden. Die in Frankrijk rijdt. In de ploeg van Tony Rominger. En men verwacht van Julius ook het een en ander na zijn, ik meen, zevende plaats in de ronde van Spanje van vorig jaar. En na Julius hebben we Inyo Charo van de Polti-ploeg. Een man die afgelopen woensdag denk ik nog niet wist dat hij hier van start moest gaan. En toen op donderdagochtend werd ingevlogen Alonso, de meesterknecht van de Banesto-ploeg. Volgestroomd vandaag met tienduizenden wielerliefhebbers die zeer veel plaats hebben om deze proloog te zien. Heel ruim, en overal kan je kijken. Mooi gezicht toch? En Frattini laat zien hoe je dus niet moet rijden, want hij komt bij de 9 minuten en 15 in de buurt uit. Frattini, een tegenvallende tijd. En daar is Aus. En Aus blijkt dus behalve goed sprinten en goed veldrijden ook nog goed te kunnen prologen. Hij heeft er ook een figuur voor, hè? Lichaam, een sterk lichaam. Ja, dat is een beste tijd dit. Die schiet net onder Dekker. Ja. Aus is dus sneller dan Dekker. 8.36. Wat nu heel belangrijk gaat zijn voor Nederland, denk ik, is de Nederlands kampioen die nu op dit moment de laatste kilometer in moet zijn. Wil hij nog een hele goede tijd rijden? Dat is Michael Bogaert. Ja. Die komt nu binnen. Hier tekent Fernando Escartín, ook linkshandig. Vriendelijke man, veteraan. Maar laat eens beelden zien nu van de weg hier met Bogert. Dat lijkt me aardig om hem binnen te zien komen. Daar komt hij. Hij is nu in beeld. Op dit moment is de tijd 8.16. Hij moet nog naar dat bochtje toe. Oh, dit haalt hij niet. Daar komen er nog zo'n 10 seconden ruim nu bij. En dan hebben Dekker en Breukink dus net even sneller gedaan dan Bogert. Dat betekent dat ervaring toch ook weer speelt in het rijden van een proloog. 8.37 voor Dekker, 8.38 voor Breukink, 8.44 voor de nieuwe Nederlandse kampioen Michael Bogert. 8.44. Ik denk dat het toch geen slechte tijd is voor een klassementsrenner zoals hij toch behoort te zijn, denk ik. Een Dekker en een Breukink zijn door de jaren heen natuurlijk altijd al een specialist geweest in de tijdrit. Als je toch een specialist hebt trouwens, deze man, Carmen Dia. Ja. Oh. Behoort tot de favoriet hoor vandaag voor de proloog. Begint heel klein. Dan schakelt dan op de brug al een keer op. Heeft dit seizoen Boortman en Olano al een keer geklopt in de tijdrit? En dat weet Ronan Pansek, want die zegt blijf maar even bij hem hier. Hij rijdt mooi licht, soepel. Vergelijk maar eens met deze Casagrande bijvoorbeeld. Veel zwaarder rijdt. En zo naar de 9 minuten grens klimt. En als Casagrande binnen is, hebben we blij levend nog. Francesco Casagrande tekent voor 8.58 met een gemiddelde van 48 kilometer 787. En nu Jeroen Blijlevens, die gemist is bij start, onderweg en waar dan ook. Blijlevens rijdt onderweg een gemiddelde tijd. Niets anders dan dat. Carmandia is de man die gevolgd wordt. Aitor is zijn voornaam. En hij zit op de steentjes. Kiest de as van de weg. Hij reed op 30 maart een tijdrit over 8 kilometer en daar was hij sneller dan Boortman. Hier is Blijlevens. Nou, eens kijken wat Blijlevens gaat rijden. Die is nu 8 minuten 40 onderweg. En dat is een goede tijd voor Jeroen Blijlevens.
Dus hij zit vol moraal. Dat heeft het Nederlandse wielrenner ook nodig, want de komende dagen die zijn voor hem 8.50. Dat wil dus zeggen dat hij bijna gelijk rijdt met Patrick Jonker. En die kleine kijkt om en die denkt, nou, dat is goed hoor. Ik denk het wel. Laat toch goed aan, toch aan het Nederlandse volk zien. Ik denk op dit moment dat hij conditioneel heel ver staat. Dus de eerste week is voor hem en het is natuurlijk heel belangrijk om nu al op hoog niveau te presteren. Deze man had het ongeluk om nummer 13 op het spel te krijgen. Daar had hij gemixte gevoelens over. Maar ja, het kon niet anders, want zijn ploeg ging van 11. En hij was de nummer 3. De kopman krijgt dus de 11. En Laurent Brochard werd de nummer 13 in de Tour. En geen enkele renner wil dat eigenlijk vragen. Er is niemand die zegt, oh, dat doet me niks. Hij heeft het nummer niet omgedraaid. Wat verschillende renners gedaan hebben als ze de nummer 13 kregen. Zowel, wat ik goed herinner, was Kneteman altijd zo iemand die, als hij 13 had, draaide hem helemaal om. We blijven met de camera bij Aitor Garmendia. Hemder staat daar linksboven in beeld. Het ziet er in ieder geval heel mooi uit zoals hij nu op die fiets tekeer gaat. Met zulke grote versnellingen die de renners rijden, zo soepele tred. Davide Rebellin komt op de finish af met nog plus minus 200 meter te gaan. Plus 10 seconden ongeveer. Hij zit dus achter de Nederlanders Dekker Breuking. En ook achter Jeroen Blijlevens. En achter Jonker. Nog altijd leidt Jan Ulrich hier in Rouen, dames en heren, de proloog van de 84e Tour de France. Tegenvallend, vind ik. Ja, op het grote toneel van de Ronde van Frankrijk beginnen, dat geeft toch altijd iets meer druk. En zoals u hoort, piepende remmen. L'Amour van de Mutuelle Seine-et-Marne ploeg is weg. Dat is een hele kleine sponsor, maar ja, ook weer een Franse sponsor. En daar waar het Franse wielrennen bijna dood leek te zijn, 2 jaar geleden, hebben ze nu alle poorten opengezet voor Franse wielrenners in deze Tour. Toch is er veel kritiek geweest op het feit dat die kleine Franse ploegen mogen starten. Er hebben zich wat ploegleiders verzameld en brieven gestuurd naar de organisatie in Frankrijk dat het toch eigenlijk niet kan. Een man als Chiappuzzi hoort hier te zijn. Dit is het klassement. Ulrich voor Meinert, Moreau, Perron, Aus, Dekker 6, Kamensin 7, Breuking 8, Jalabert, die ook vroeger start is, 9e. En Andreu, Franky, staat op de 10e plaats. Twee Nederlanders nog steeds bij de eerste 10. Dekker en Breuking. Maar de verrassing is de Deen Meinert Nielsen. En hier in beeld nog altijd Aitor Garmendia van de Onze Ploeg. Finko. Die had een tussentijd van 5.48. En dan kunnen we zo eens kijken waar hij uitkomt. Met de tong buiten. Alsof die Michael Jordan op de fiets is. Ja, 50 voor Finko. Luttenberger tekent. Man voor het klassement uit de ploeg van Theo de Rooij. Podenzana. En die Vasseur komt nu binnen op 9 minuten. Hij lacht dus, hij rijdt wel hard. Dat komt wel een goede tijd van Garmendia. Hier is de tijd. Ulrich haalt hij niet in. Rond de 8.30, 32 misschien. Aitor Garmendia, de tijdritspecialist uit Spanje, beëindigt de proloog van de 84e Tour de France in 8.34.10. Dat is 51 kilometer gemiddeld. We beginnen aan de laatste lijst, terwijl u een studie krijgt van de tijd van de rit van Garmendia.
beginnen aan de laatste lijst van renners die hier nog moeten aankomen in Rouen. 198 coureurs, 22 ploegen. En de volgende man die weggaat is een sprinter uit België, Joop Blankaert. Maar er zijn hier al sprinters geweest die het goed gedaan hebben. Blijlevens deed het toch erg goed. Aus. Maar Abdou Chaparov bijvoorbeeld, die vroeger wel eens hard wilde rijden in een proloog, deed dat vandaag niet. Die zit dik in de 9 minuten. Nardello, Italiaan van de Mapai-ploeg. Die gekozen is omdat hij goed in Oostenrijk reed, denk ik. Dat is een merkwaardige helm. Boven de 8,45 voor Nardello. Dat is een, als je dat in de Amerikaanse sport zou zeggen, een man for all seasons. Die kan je overal gebruiken. Die wil in ontsnappingen mee. Die kan in de bergen kan die helpen. Die wil alleen rijden. Temperamentvolle vent die een prachtige tijd hier heeft staan. Kijk, ja, ja. Hier gaat hij dus op de bocht om plus zo'n 9 seconden. Die komt dicht bij Ulrich in de buurt. Hij haalt het niet, maar hij komt in de buurt. Laurent Brochard heeft 8.31, het derde tijd tot nu toe. Ulrich, Meinert, Brochard, Moreau, Perron, Garmendia, Dekker. Dat is zoals het op het ogenblik voor staat. Festina, let op die ploeg, die gaat hier in de Tour de France een heleboel uitsteken. Die ploeg klopt al het hele seizoen. Die tijd. En als ik zeg dat er ploegen goed rijden, dan telt dat zeker ook voor de telecomploeg. Hebner was ooit 10e in het algemeen klassement van de Ronde van Frankrijk. Die weet dus wat het is om met de beste mee te rijden. Maar hij haalt de tijd van Breuking niet. Hij komt op 8.39 binnen. Antonio Litor, winnaar, zoals Steven al zei, van Zwitserland. Vertekend beeld is dat een beetje. Hij snapte in de derde etappe, kreeg toen een voorsprong van bijna een kwartier. Verdedigde die voorsprong ten opzichte van de Zwitser. Kamen ziet, het was 11.23 en het werd 2 minuten en 8 seconden. Maar winnen is winnen. Ik ben alleen of hij wat overgehouden heeft. Deze Fransman die daarvoor nooit een koers wist te winnen. Nee. Het zal ook een probleem zijn natuurlijk. Het is natuurlijk wel zo dat je een ronde van Zwitserland toch bij een hele hoge categorie kan platen. Als je zo'n ronde kan winnen, is het prachtig. Ja. Dit is Abraham Olano die het startlijst gaat tekenen. En lijkt hij niet een beetje op die lange uit Navarro als je hem zo ziet? He? Zo van achter zou je zeggen, hé, hey, maar dan is hij het niet. Ik was daar goed in vorm. Lamour. En Cipollini boven in beeld, links. Die eerst hier niet wilde opstappen, want hij vond dat 5 ritoverwinningen in Italië, ach, dat was wel voldoende, vond hij eigenlijk. Maar toen kwam zijn sponsor en die zei van, wat betalen we jou ook weer? Ja, zei hij, dat is meer dan 1 miljoen. Nou, ga dan ook maar in Frankrijk opstappen, werd er gezegd. Als je kan aantonen dat je zo'n goede sprint op dit moment in de benen hebt, anders win je geen 5 etappes in de Giro. Heeft al andere jaren ook in de Tour etappes gewonnen. Dus ik vind het heel gewoonste zaak van de wereld dat hij aan de start staat in deze Tour de France. Maar hij vond het zelf niet zo. Hij vond het wel voldoende. Tuurlijk, maar een renner van zijn kaliber kan in deze eerste week, waar toch over het algemeen vlakke ritten zijn, toch misschien 1 keer minimaal moet hij kunnen gaan winnen. En dan vertrekt hij meestal naar het strand. In Italië. Daar verwacht ik wel wat van in de bergetappes. Kent u hem nog? Pascal Lino. Ooit dacht men in hem een grote verdette in Frankrijk te hebben. En toen zakte hij langzaam af naar een klein ploegje.
In 92 werd hij nog vijfde. Maar zijn laatste overwinning dateert alweer van oktober 95. Kleine tijdrit. Wat doet de mooie Mario hier in de proloog? Dat is een fenomeen natuurlijk, deze man. Vijf etappes in de Ronde van Italië winnen. Bijna het record van totaaloverwinningen in Italië. Dat heeft hij nu geëvenaard. Als hij er volgend jaar nog eentje wint, is hij de absolute leider in dat klassement. En hier gaat Fabio Baldato. Prachtige klassieke renner. Bij hem denk je niet zozeer aan de Ronde van Frankrijk, maar meer aan de Ronde van Vlaanderen. En Agnoluto komt hier aan. En die heeft dan toch beter gereden dan iedereen dacht dat hij zou kunnen rijden. Want rekent er nu nog maar goed 10 seconden bij als hij die bocht door is. Sneller dan Dekker en Breuking als hij dat gaat redden. Nee, dat red ik niet. Maar in ieder geval heeft de overwinning in de Ronde van Zwitserland hem buitengewoon veel moraal opgeleverd. En met 8,44 en haalt hij toch nog een gemiddelde van 50 kilometer. Frederik Moncassin, die nog een civiele procedure te wachten staat, omdat hij een ordinaire kopstoot heeft uitgedeeld aan de Duitser Aldaak. En Moncassin, een man van vele markten overigens, en vele markten thuis, start hier zonder helm, typisch Frans, shirtje open. Met je Franse slag. De Gant-ploeg gokt op Moncassin in de eerste week. En hier komt Peter Luttenberger, de Oostenrijker, die in dienst rijdt van Theo de Rooij. De aangewezen kopman, verleden jaar vijfde in de Tour de France. En nu sluit hij rustig aan bij, laat ik zeggen, het middenpeloton. Vorig jaar vond hij zelf was hij iets te vroeg in vorm met het winnen van de Ronde van Zwitserland. 46e nu. Ulrich nog altijd de snelste voor Meinert, Nielsen, Brochard, Moreau en Perron. Andrea. Die hard kan fietsen, als hij maar wil. Kijk maar naar de tijd. Een merkwaardig mens, zoals ik u al zei, een fenomeen. Kan lui zijn, maar heeft van die dagen. Dan legt hij iedereen neer in de sprint. En dan komt hij ook bij de beste van zo'n proloog mee. Dekker had 8,37, Breuking had 8,38. En daar is dan de sprinter Mario Cipollini. Zo. Dan weten ze in ieder geval dat hij goede benen heeft voor de komende dagen. Ik denk het wel. Hij heeft toch laten zien dat hij op het moment een hele goede conditie is. Dat hij toch naar de Tour is gekomen om zich sowieso de eerste week ontzettend goed te laten zien. Frederik Moncassin in de klim. Van der Broeke, de Belg, links in uw beeld. Maar Van der Broeke mochten we niet zo lang zien. We gaan eens kijken naar de klimcapaciteit van Moncassin. Onrustig in ieder geval hier. Maar hier is dat voorbij en nu kan hij in één lange galop 4 kilometer doortrekken. Bo Hamburger komt nu op de finish aangestormd. Achterin de 8,40. Fietsen van TVM kwamen net door de keuring. Er bestond wat twijfel over. Ze hebben hele mooie fietsen. Het zijn eigenlijk verlengde Lotus modellen zoals Boortman die ooit gebruikte. Bo Hamburger sluit zijn proloog af in 8,54. Binnen de 50 kilometer gemiddeld is 49 kilometer gezien. En dit is een man waar u op moet letten. Laurent Dufaux, de Zwitser. Die verleden jaar al duidelijk maakte dat ze in het algemeen klassement met hem rekening moesten houden. Nu is hij langzaam toegegroeid naar de Tour de France. Hij heeft de eerste week nodig om rustig in vorm te rijden. En daarna zullen we nog van hem horen. Etappe naar Andorra heeft hij al over nagedacht. Zover zijn we nog lang niet. We laten hem gaan. De stad in de tijd die hij van zichzelf waarschijnlijk gedacht had.
Ulrich leidt nog altijd voor Meinert Nielsen, Rochard, Moreau, Perron. Hulot finished. Lino heeft nog 3 seconden nu. Oud-kampioen van Frankrijk, Nin. Verrassende winnaar van Gent-Wevelgem. Mooie tijd. Mooie tijd. En zo laten de jonge Franse renners zien dat ze in ieder geval mee kunnen. Dat is een goede tijd voor hen. Dan zit je dus 3 seconden achter Birking. Die 8 jaar geleden, weet u nog, 8 jaar geleden de proloog wist te winnen. Het is voor Breukink zijn 11e toerstart. Daarmee is hij in dit veld althans recordhouder. De echte recordhouder is Zoetemelk met 16 toerstarts. 16 keer ook uitgereden. Dorsma, wat mij betreft, een raadsel. Want? Hij kon zo verschrikkelijk hard fietsen. Was ooit, en dat was in 93, de beste Fransman. Dan werd hij 15e. De belofte. Hij is inmiddels 29 jaar en nooit heeft iemand meer wat van hem gehoord. Hij brak zijn sleutelbeen in 95 en het was afgelopen. Ik denk dat deze man hard gaat rijden. Heeft ook al in dit seizoen veel al laten zien dat hij in de tijdrit ontzettend goed kan presteren. Dauphiné klopt die Boortman in de tijdrit. Ja. En Olano ook. In Parijs-Nice was hij sneller dan Berzin. Ik heb het gevoel dat Ekimov in deze nieuwe postelploeg weer een beetje terugkomt. Hij mag helemaal voor zichzelf rijden, is de kopman. 31 jaar is hij al. Oud wereldkampioen achtervolgen. Peter Post vond hem ooit en moest behoorlijk betalen voor zijn diensten. Het geld dat Ekimov toen verdiende ging naar de Russische wielrijdersbond. Nu is hij daar helemaal vrij van en nu mag hij het op zijn eigen rekening laten bijschrijven. Maar toen hij kwam en de muur er nog stond, moesten de renners van het Oostblok een heel groot gedeelte van hun salaris afstaan aan de nationale verenigingen. Ekimov, die altijd een prachtige tijdrijder is geweest. Je ziet het aan de fiets waar hij op dit moment mee rijdt. De Amerikanen zijn natuurlijk altijd heel erg ver met het ontwikkelen van nieuwe sturen. Ekimov had een nieuw stuur op zijn fiets. Hier is Baldato. Sterk in sprints met een lichte berg op. 2 jaar geleden in de Tour de France, eerste etappe. En Bretagne. Baldato maakt zich niet heel erg druk vandaag. En verliest 35 seconden op de snelste tijd van Ulrich. Nog altijd de Duitser, de jonge Duitser, met Pantani, het olifantje aan het vertrek. Die start wel heel licht. Maar ja, hij is klimmer. En heeft last van zijn keel. Moncassin komt binnen. Toch ook een goede tijd voor een sprinter. Er zijn dus meer sprinters die vandaag een goede proloog afleveren. Populaire man in de Franse sportwereld. Hoor maar. Zit net een beetje boven die tijd van Blijlevens. Dus voor de sprinters die op deze tijd binnenkomen, kunnen we morgen heel iets moois zien. Let op Escartin in het algemeen klassement. Fernando. Wat was die verleden jaar? 7. En ook nog aardig tijdrijden trouwens. Zara Beets, ja, kom binnen. Mikael. Rond de tijd van Dekker, Breuking. Deze renners zullen we ook denk ik wel een beetje rekening mee kunnen houden, zowel in de tijdrit als in de bergen, als voor het eindklassement. Hij heeft natuurlijk overigens een paar jaar geleden bij de Banesto-ploeg nog een keer als tweede gefinist in de Ronde van Spanje. Maar ja, toen een auto-ongeluk. Ja, maar toch is hij weer op de weg terug en het heeft natuurlijk een paar jaar nodig. Kijk even naar dat stuur wat jij net zei, Steef. Ja. Terwijl we Laurent Madouas linksboven zien rijden. De fiets van Ekimov. Heel speciaal. Le Monde is ook al eens een keertje met zo'n stuur
in de Tour verschenen. Dan was het merendeel de onderkant van het stuur, de beugel, waar je vast kon pakken. Maar nu heeft hij de beugels er ook nog in het verlengde opgezet. Dus het is typisch iets nieuws. Ekimov heeft een verleden als baanrenner. En dat is ook te zien. Hij rijdt een licht verzet van de broeken. Had zich veel voorgesteld van deze proloog, maar kijk dus naar die tijd. Oh. Hele goede tijd. Van den Broeke had ik toch hoger ingeschat. Hij is langzamer dan Breukink en Dekker. Een licht manneke. 12e tijd voor deze man. En we gaan naar de man die geacht wordt om een toppositie in deze Tour de France waar te maken. Overigens zonder een tijdrithelm, wat de meeste tijdrijders of de klassementrijders toch wel dragen. Hier is Dufaux, dat is een tijd die er kan zijn voor Dufaux. De Zwitser, 8:42. Verliest dus 20 seconden op Ulrich. Ulrich leidt nog altijd voor Meinert Nielsen, Rocha, Morro en Perron. Hier is Berzin, de man die zichzelf nog wel eens tegenkomt in grote rittenwedstrijden. En ook al dit seizoen in de ronde van Italië zakte hij weer vreselijk door het ijs. De hongerklop. Je hebt het ooit geïntroduceerd, Steven, die term. Maar ook Berzin kreeg daar dit jaar mee te maken. We zijn weer terug bij Abraham. Kunnen volhouden. En dan kom je voor het vlakke gedeelte na die klim, duik je die afdaling in en dan is het alleen maar harken, zoals we dat zeggen, naar de finish. We gaan kijken naar de finish van Pascal Lino, voor die kleine Franse ploeg. Pikman. Een week zelfs nog even naar Italië uit, maar daar was hij ook niet gelukkig. 35e tijd, nog altijd. Hey. In Duran. Ja, hij staat te kijken en te wachten natuurlijk. Op de tijd van Olano, zijn troonopvolger. Hier gaat de heer Sørensen, die eigenlijk in deze ronde van Frankrijk aan zich voorbij wilde laten gaan. Want een goed voorseizoen. Maar nee, adel verplicht, zeiden ze van de sponsor Rijen. Hij had de afspraak met de Roy dat wanneer hij twee klassiekers zou winnen, dan hoefde hij niet naar de Tour. Dat is hem dus niet gelukt. Ekimov rijdt hier en Ekimov heeft geen feestelijke tussentijd overigens. Altijd nog behoorlijk, maar rond de tijd van Dufaux. Ekimov is de volgende renner die binnen moet komen, want Dojwa is op 9:16 binnen. En Ekimov is nu 8 minuten 30 seconden onderweg. En dat valt hem dus niet mee en mij ook niet. Nee, valt niet mee. Het is toch een beetje tegenvallend als hij op een tijd uitkomt van 8 minuten 43, 44. 8:45. 8 minuten 45. Voor Ekimov. Dat valt niet mee. Nee. Deze jonge Fransman heeft de TVM-ploeg van het verleden jaar zeer sterk door de Tour de France geholpen. En zal het nu ook weer doen. Laurent. Hij is geen gekend tijdritspecialist. Ook nog een beetje onbekend hoe zijn vorm zal zijn, omdat hij in de ronde van Italië door oversteken van de kat zwaar ten val weer kwam. Weer kwam inderdaad. Weer, ja. Ja, hij heeft nogal wat pech in zijn wielerleven tot nu toe. En hij zal nu tegen de 9 minuten aanklimmen. Maar zijn winst ligt natuurlijk in het hoge bergen. Boven in beeld is Alexandre Kontschenkov weggegaan en wij zijn bij Berzin. Een bravoermaster stil geweest, maar daar zal hij zich helemaal geen zorgen om maken. Deze man kent het vak van het rijden van een grote ronde. En een handvol seconden verlies in de proloog deert hem niet.
Ulrich leidt nog altijd. En Gaston is de man die boven uw beeld wegrijdt. Tot dit seizoen ook een onbekende. En toen links Gaston en nu groot in beeld Berzin. Ben je toch behoorlijk op zijn donder gehad van Gontsja, de Oekraïner die vreselijk goed kan tijdrijden en hier helaas niet bij is. Laurent Modewas rijdt voor de Belgische Lotto-ploeg na enige omzwervingen. Motorola was die ook al. En Laurent Modewas rijdt 9 minuten nog wat. Tony Rominger, die we eigenlijk al maanden niet gezien hebben, stond in beeld. 9 minuten 3 voor Madouas is tegenvallend. Hierna komt Olano binnen. Daar dus. Daar komt goed. Kijk, 8.22 was de tijd. Hij is nu 8.17, dus dat zal hij ook niet halen. Ulrich heeft een super tijd gereden. Ja. Olano haalt de tijd dus niet. Hij komt in de top van het klassement. En hij levert, om precies te zijn, 8 seconden in op Ulrich. Overigens, Berzin was na 4,8 kilometer 1 seconde sneller als Ulrich. En aan de andere kant geeft dat weer dat de heren Dekker en Reuking een buitengewoon behoorlijke proloog hebben gereden. Steve. Hebben echt buitengewoon gereden. Ze hebben natuurlijk ook aangetoond dat ze een beetje tijdrijden zijn, maar je moet het toch altijd maar weer doen in een grote Tour de France als deze. Nou, Berzin is nu 7 minuten en 58 seconden onderweg. 8.22 is de tijd van de heer Ulrich. 8 minuten 22. In de bocht, plus 10 seconden. Ik zal er omheen hangen. Daar. Nee, net niet. Maar Berzin heeft tenminste durf getoond. Hij haalt de tijd van de Duitser net niet. Hier is Berzins eindtijd. 8 minuten 25, tweede tijd. 1 Ulrich, 2 Berzin, 3 Meinert Nielsen, dan Olano, Brochard, Moreau. Heeft hij toch op laatst een paar seconden moeten toegeven, want na bijna iets meer dan half koers had hij een seconde voor op Ulrich en verliest de laatste 3 kilometer, zeg maar, 4 seconden. Deze man kan alles, Bartoli. Maar niet winnend een proloog afwerken. Een grote man natuurlijk van het voorjaar die zowel natuurlijk Luik-Bastekeluik op een fantastische manier won. En daarachteraan nog een keer de grote Henningen Toerm. Iemand die het hele seizoen hard kan fietsen. Dat is ook zo opvallend bij hem. Hier is Alberto Elli. Dat hij nog fietst vind ik een raadsel. Want in Zwitserland heeft hij alleen maar op kop moeten rijden. Om de leiderstrui te verdedigen. Hij heeft toch nog wel wat vormbehoud overgehouden, denk ik. Want het is toch nog wel een goede tijd die hij even goed realiseert. Ulrich heeft... Pardon, 3 seconden terwijl we de Boardman hebben. Ulrich heeft 3 seconden op Berzin. Boardman, de man die ooit meer dan 55 gemiddeld reed over de proloog. Snelste tijd, dat is een record in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft dit parcours verkend en twijfelt of die gemiddelde snelheid hier mogelijk is. Maar zijn grootste concurrent was in de voorgaande jaren vooral de regen. Weet u nog, een zware valpartij. Rolf Seurissen komt binnen. Goede tijd. Ja, ja. 4e tijd voor de Deen. En daarmee is hij de beste van zijn ploeg. Ulrich, Berzin, Meinert Nielsen, Seurissen. Olano, Brochard. Dat zijn de beste tot dit moment. Hier de man die zijn enkel brak in Saint-Brieuc, in de regen. Europa mocht het niet zien. En deze man is een medisch wonder. Hoe rij je met een gebroken sleutelbeen een proloog? Met 12 schroeven erin. Juist. Maar doet dat pijn? Waar voel je dat? Hier, als je aan het stuur moet trekken. Bij het op gang komen. Dit lijkt me ongelooflijk moeilijk. Het is inderdaad een medisch wonder. Veel mensen die er niets van begrijpen. Onder andere zijn ploeggenoot Chalabert niet. En hij valt veel deze tour.
Zou dat te maken hebben met het feit dat hij niet zo goed ziet en dat hij een zeer zware bril op heeft? Boardman, Zule, dat zijn de twee grote verdetten van de proloog die we op het ogenblik schakelend bij u kunnen krijgen. Boardman in de klim, op het midden van de weg. Die ook tot bloven zal blijven staan en ook een heel goed proberen één tempo te houden en ook één versnelling. Meneer Gotti, de winnaar van de Ronde van Italië, even vergeten bij de start door de Fransen, maar hier komt hij binnen. En zo moet je dus geen proloog afwerken, want dan kom je boven de 9 minuten uit. Nou moet Gotti het niet van dit werk hebben, maar toch. 9-0-3 lijkt mij een te grote achterstand, want hiermee is hij de 120ste renner. En voor de winnaar van de Ronde van Italië is dat niet goed. Museeuw is inmiddels ook vertrokken, zag ik even in beeld. Dit is Boardman die in zijn carrière 33 ritwinsten pakte en 31 daarvan waren tijdritten. Is de leider, twee bergen ritten achter elkaar, einde klassement. Laurent Roux komt boven de 9 minuten uit en dat zal hem niet meevallen. En Richard Virenque boven uw beeld, dat is de grote droom van het Franse wielrennen. Die zou het vandaag moeten maken. Die zou het deze hele Tour moeten maken. Twee Fransen. Roeks en Virenque. De man die geboren is in een bolletjestrui. Maar 9-11. Dat is een slechte tijd voor iemand die toch gezien moet worden als een redelijke nieuwe komer in het Franse peloton. Dit is vaart. Dit is vaart. En zo'n flesje. Dit is vaart. Je moet over nu. Het is 7 minuten over 7:30 als hij weggaat. De laatste van de 198 coureurs in de 84ste Tour de France. Alexander Gotchenkov kwam net binnen met een tijd van 8:37. Dezelfde tijd als Erik Dekker. Zelfs het neusklemmetje. Hij wilde wat te vroeg weg. Is gesponsord. Eén keer schakelen, staan. Zitten en door. Over de brug. Jan Ries, de veteraan. Maar ja, als je al dik in de 30 bent en de Tour gaat winnen. Wat telt dan? En wat is reden en wat kan allemaal nog meer gebeuren met deze Deen? Die het Deens kampioenschap verleden week moest missen, moest afstaan. Zowel de tijdrit als de weg, als de rit in lijn. Hij verloor de tijdrit van een wat onbekende baanrenner in Denemarken. Er bestaan de laatste weken al twijfels over zijn vorm. Maar hier zal hij moeten laten zien. Gaston haalt het ook niet binnen de 9 minuten. En we gaan eens kijken naar wat tussentijden. We hebben van Bartoli een behoorlijke tussentijd. En Rominger heeft ook een behoorlijke tussentijd gereden. Gaston is in 9:05. Dat is goed voor de boeken. En nu komt Rominger binnen. Wij kijken naar Boardman. Rominger heeft nu 8 minuten 16, 17, 18, 19, 20. En Rominger haalt het net niet. Die komt ook 3 seconden tekort. Derde plaats voor Rominger. Maar de oude Tony, die zich helemaal niet heeft laten zien in dit seizoen, staat nu wel derde. Ulrich, Berzin, Rominger, Meinert Nielsen, Seurissen, Olano. In zijn laatste Tour de France. Geen Heintje Davids meer hierna, heeft hij gezegd. Ik ben weg. Boardman. Wat gaat Boardman doen? Zijn tussentijd is bijna gelijk aan die van Rominger. 2 seconden sneller voor Boardman. Dat zou betekenen dat hij op een tijd komt van 8:23. Dat zal erom hangen om de eerste plaats van Ulrich. Voor de Polti-ploeg in Italië rijdt, zoals u weet. En die is ergens achter in de, in het begin van de 8:50 zal rijden. Luc Leblanc, geen proloogrenner. Tijdritten heeft hij toch ook altijd een beetje moeite mee. De Ronde van Italië ging hij zo vreselijk hard onderuit in de afdaling. 55, maar hij 81ste wordt Leblanc. Zule rijdt 3 seconden langzamer dan Boardman. Dus Zule, Rominger, Boardman, Bartoli rijdt
bijna gelijk aan elkaar. En wij kijken naar Boortman. Tel de valpartijen van Zule eens even op 13 juni in de Dauphiné Libéré op 22. Kijk naar Bartoli. Viel die in de ronde van Zwitserland en vorig jaar goede tijd. Met die etenzakjes bij het wereldkampioenschap. Zo'n vreemde val. Niemand die onderuit gaat en Zule ligt. Hier komt Bartoli. Goede tijd. Net even sneller dan Erik Dekker. Bartoli is binnen. We moeten er nog 5 hebben, jongens. Boortman komt hierna. Vorig jaar werd die tweede. Daar komt hij. Ja, ja. Christopher Boortman. Het gaat toch de snelste tijd worden, denk ik, Mart. Dit wordt, ja. Komt 10 seconden bij. Hier, komt hij op 8. In deze bocht. Hier zo'n 10 erbij. 8, 20. 20, 21. Doortrekken. En Christopher Boortman van de Franse Gantploeg. Rijdt 8 minuten. En 20, 20, 90. Ulrich ontroond door Boortman. En nu Zule. En nu Zule. Zule die dus 3 seconden langzamer reed dan Boortman op het meetpunt. Na 4/18 kilometer. Het parcours is 7,3 kilometer. Boortman leidt voor Ulrich, Berzin, Roming en Meinert Nielsen. Dit is Ries. Zule is 7 minuten en 50 seconden nu onderweg en nog niet in beeld. We volgen Ries. We krijgen nog Zule, Museo, Virenke. Daar komt Zule aan. En ik zeg het u nogmaals, nog geen 2 weken geleden brak hij zijn schouderblad, zijn sleutelbeen. Alles was kapot, schroeven erin. De tijd van Boortman haalt hij niet. Maar hij komt wel weer angstig dichtbij. En het is een prestatie wat hij hier doet. Fantastische prestatie op een tijd van 8:25. Vijfde plaats voor Zule. Nog 3 man, Museo, Virenke en Ries. Kan Ries nog iets doen aan de tijd van Christopher Boortman? Huh? Ja. De Fransen kiezen voor Virenke. Een halve minuut levert hij hier na 4/18 kilometer. Dat is veel hoor. Ja. Ja, maar hij is nooit tijdritredder geweest. Johan Museo. De wereldkampioen van Lugano. En die sterke Mapai-ploeg met Kamen Zint als man voor de bergen. En de tijd van Museo, die had hij zich waarschijnlijk ook wel beter verwacht. Normaal gesproken moet Museo toch wel een betere tijd kunnen rijden, ja. Hier is de eindtijd, 8,57, gemiddeld 48 kilometer, 800. Nog 2 man. Virenke, waarvan we weten dat hij veel tijd moest toegeven bij de laatste meting. En Ries. En Ries, zijn tussentijd na 4/18 kilometer was 7 seconden langzamer. Sorry voor de hapering die er even viel, maar onze koptelefoon werd overstemd door Frans Gebler. En dat blijft nu zo. Dat is een beetje moeilijk praten tegen u in Nederland. Virenke komt eraan. 8:30 op dit moment. Speciaal krachttraining gedaan om in de tijdritten niet te veel te verliezen, maar hij verliest wel veel. Dit zal een teleurstelling zijn. Zal net vinden ze onder de 9 minuten. Dat is voor een klassementrenner zoals hij behoort te zijn. Verliest hij wel heel veel tijd met een Ulrich bijvoorbeeld. Gotti en Virenke zijn de klassementrenners die hier een tik uitgedeeld kregen. Die in ieder geval 40 seconden verliezen op de andere. 9:04 voor Virenke. En nu nog Bjarne Ries. Hier is die. 8 minuten en 11. Nu 13 seconden. Dat is de achterstand. Of dat is de tijd van de Deen op dit moment. Deense vlaggen overal. De snelste tijd staat op naam van Christopher Boortman. 8 minuten en 20 seconden. En u ziet precies wat Ries doet. Die komt daar dus ook niet aan. En die eindigt op 8,
35 op de 13e plaats. Dus Ries kan zichzelf achter de oren krabben. Hij heeft waarschijnlijk toch niet de vorm die hij gedacht had. De proloog van de 84e ronde van Frankrijk zit erop. In slow-mo de winnaar van verleden jaar, Bjarne Ries. Toen moest hij in de grote tijdrit moest hij tijd laten aan Ulrich. En dat moet hij vandaag in de proloog weer. Hier die zijn neus tegen het venster drukt, Zule. Alle respect voor de man. Meinert Nielsen, de verrassing. Seur is er goed gereden. Olano, Brochard, Moro. We zien geen Nederlanders bij de eerste 10. Maar die zitten tussen de 15 en 20. Want daar komen we Dekker en Breuking tegen. Dat is er dus gebeurd vandaag in de ronde van Frankrijk.